Alles is maar gewoon neergezet wat ze neer konden zetten. Terwijl, oh man. Er is... Er zijn gewoon... Er worden gewoon mensen hier aangevallen. Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van The Kingdom Yennava. Hier vandaag in het altijd in o zo mooie Roemas, waarin het weer lekker aan het regenen is. Gewoon een heerlijk moeras. Ja, temperatuurtje is hier natuurlijk. Alles lekker vochtig en klef en oh, heerlijk. Mensen, welkom. We zijn vandaag weer aangekomen in Roemas. En vandaag in Roemas moet ik als hertog mijn handen uit de mouwen gaan steken. Wat je eigenlijk nu ook al meteen ziet. Aangezien... er iets is waarover ik het niet per se met jullie hoef te hebben, maar waar we het wel even over gaan hebben. Dat is namelijk Roemas is sinds de oorlog niet meer veranderd. En dat is natuurlijk iets wat niet goed is. Dat betekent dus, ik was hier al eventjes een tijdje bezig, alle bouwdingen die zijn neergezet tijdens de oorlog, die hier natuurlijk was met de mensen die hier zaten. Waarschijnlijk allemaal Kanta Tribal mensen, die trouwens daar ook zitten, die vieze vuile Kanta Tribal mensen die daar in een vieze jungle zitten. Ik wil zeggen moeras, nee, Kanta zit in een vieze jungle. Zit daar, dus we moeten alles hier gewoon even snel weg gaan halen. Er zijn dan zo Kanta mensen online, dus ik pas wel een klein beetje op met wat ik allemaal zeg in de chat. Als ik überhaupt dus dingen zeg in de chat, hoewel in de chat zijn weer natuurlijk dingen zoals altijd gaan, zoals je wellicht hier kan zien. Dus het is dan toevallig gegroet dingen, maar... Er werd hier alweer, ja, er worden hier mensen uitgehaald met, er worden hier mensen uitgedaagd, moet ik eigenlijk zeggen. Tussen Atla en Entropie waren bezig, Xar en Tixa waren weer bezig. Dus mochten dingen in de chat gebeuren, lees het lekker, want de spanning is altijd aanwezig hier in de Kingdom. Maar goed, de reden waarom er op dit moment nog niks is gedaan hier in Roemas, is een reden die goed te begrijpen is. Dat komt namelijk door Koning Shemal. Koning Shemal is op dit moment heel erg druk bezig in Nieuw Falmar met het... Het herindelen / herbouwen van Nieuw Falmar. Nieuw Falmar is natuurlijk de stad waar koning Shemal zijn troonzaal heeft. En daar zijn natuurlijk generaties lang dingen gebouwd. Hè? Families hebben daar natuurlijk dingen gebouwd. Dat staat natuurlijk ook allemaal nog. Alleen ook heel veel van die dingen zijn oud, lelijk, verrot. En dat wordt op dit moment allemaal gerestaureerd. En zoals je wellicht begrijpt, wat ik nu ook allemaal doe, zoals hier echt... Ze hebben hier heel mijn molen helemaal verpest. Ze hebben een hele muur omheen gezet. Wauw. Die wilden ze gewoon gaan gebruiken, deze vieze mensen, om hier te gaan overleven. Gadverdamme. Wat er dus nu gaande is in Nieuw Falmar is vrij simpel. Er zijn stukken steden waar daar wordt afgebroken. Er wordt daar dus helemaal afgebroken. Wordt er opnieuw dingen opgebouwd. Andere gebouwen, tactische dingen, noem het allemaal maar op. En daar heeft Shemal natuurlijk heel veel manschappen voor nodig. Meer manschappen dan dat hij zelf heeft op dit moment in Nieuw Falmar. Dus ik heb ook mijn mensen ter beschikking gesteld. Mijn Roemas mensen van jongens, ga koning Shemal helpen in Nieuw Falmar. Hij heeft jullie op dit moment harder nodig dan ik. Ga hem helpen met de boel klaar te maken daar. Dus op dit moment zijn dus mijn mensen ook allemaal niet in Roemas aanwezig. Die zullen allemaal in Nieuw Falmar zijn. En die zullen daar, wanneer zij tijd hebben, bezig zijn met of steden af, ja, steden / huizen af te breken. Of huizen, muren, wat ook allemaal op te bouwen. Ik weet niet waarom dat op dit moment gaande is. Ik weet niet of er een hele grote oorlog aankomt, wat dan ook. Dat dit opeens allemaal nu moet gebeuren. Want echt iedereen van elk gebied wordt gevraagd om te gaan helpen. Ik weet dus niet of er een hele grote oorlog of wat dan ook aankomt of iets. Of dat Shemal ergens dreiging vandaan heeft gehoord. Of dat hertog Timon iets heeft gehoord. Ik weet het allemaal niet. Maar ja, misschien is ook gewoon natuurlijk kan ook, hè, dat hij gewoon toe is aan iets heel nieuws, weet je, dat hij gewoon een hele nieuwe stad wil. Kan natuurlijk ook, maar dat er zoveel druk achter wordt gezet en dat zomaar een keer iedereen eraan mee moet gaan helpen die beschikbaar is, dat gebeurt niet heel vaak, terwijl we hier een glitchend blok hebben. Oh shit, dat moet ook niet slopen trouwens. Dus ja, ik weet het ook allemaal niet. Wij zijn ondertussen gelukkig wel hier. Als hertog zijn, dan hoef ik niet heel de dag daar aanwezig te zijn. Dan heb ik ook nog tijd om terug te keren naar Roemas om hier gewoon lekker in mijn eigen gebied bezig te gaan ook. Ben ik natuurlijk enorm blij mee. Daar zijn we dus ook vandaag aan het doen. Maar dat is dus de reden waarom er hier in Roemas vrijwel nog niks is gebeurd en ik dus zelf dit soort dingen moet doen. Vind ik op zich helemaal niet erg om mijn handen uit de mouwen te steken. Maar het moet natuurlijk wel gebeuren, laat ik zijn. Elke keer als we dan hier langskomen, of we moeten hier naartoe, of wat dan ook. Dan heb je toch een beetje toch die reminder van, oh ja, er is hier die oorlog geweest. We hebben gelukkig gewonnen, maar Roemas is aangevallen. En dat is niet iets wat ik aan mijn mensen wil laten zien. Ik wil gewoon laten zien, Roemas is gewoon vredig als het moet. Wat we ook hebben laten zien, vechten we tot de dood en hebben Yennava bij ons. Nou, dat is allemaal goed gelukt. En hier moeten we maar gewoon zien... niet overleven. Maar goed, dat neem ik niet weg dat ik ondertussen dan, oh wat hebben we hier allemaal weer gedaan, dat ik gewoon ondertussen hier natuurlijk wel de boel weer mooi wil hebben. Want ja, dat is natuurlijk veel prettiger om in Roemas te zijn, waar alles weer mooi is. Moet ik wel zeggen, natuurlijk
komen wij hier in het industriële gebied vrij weinig op het moment, aangezien wij hier nu niet zoveel te zoeken hebben. Het is hier allemaal oud, het is hier nog niet verrot, maar het ruikt hier ook niet meer zo lekker. Kanta zit dichtbij. We komen hier niet zoveel meer, maar dat neemt natuurlijk niet weg dat we wel gewoon de boel natuurlijk hier mooi willen hebben. Zoals je hier ook ziet, hier werden houtblokken werden hier vervoerd. Noem het allemaal maar op, alleen het ligt nu inmiddels zo lang stil dat ik niet eens weet of alles nog werkt. Als ik weet niet of de machines nog goed geolied zijn. Noem het allemaal maar op, dat is gewoon zonde. Maar ja, aan de andere kant, het is wel heel dichtbij natuurlijk die vieze, vuile kant uit Tribo, wat letterlijk die kant op is, Daro. Ja, dat is gewoon ontierlijk dichtbij en dat, ja, we moeten ook soms keuzes maken. Soms moet je daarvoor een stukje gebied wat minder in gebruik nemen. En ja, als dat moet, dan moet dat maar. Terwijl we hier ook nog een stukje bij het water zien. Nou, voor mij is een beetje alles hier inmiddels wel weggewerkt wat we weg konden werken. Ze hebben er een flinke bende van gemaakt. Maar goed, dat mag natuurlijk ook tijdens een oorlog. Daar is het voor. Maar uiteindelijk moet ik dan als hertog zijn gewoon alles gaan opruimen. Daar word je het niet goed van, dit. Omdat koning Smal alle mannen nodig heeft om een nieuw Falmar te repareren. Slash op te bouwen, slash te herbouwen, te weet ik wat allemaal. Maar goed, maakt helemaal niet uit, koning Smal. Ik ga ermee akkoord, want dat is ook erg belangrijk. Dit doen we halen ook nog even weg. Dit ziet er inmiddels alweer goed uit. Wat je wellicht natuurlijk ook dan al wel verwacht, is dat natuurlijk binnen Roemas de muren, of nou ja, binnen de muren, op de muren zeg maar, is ook alles nog steeds hoe het was. Dit ziet er in ieder geval weer netjes uit. Dus hier komt denk je van, hey, een molen, of course, er staat bijna geen graan meer. Allemaal hebben ze dat geplunderd, gestolen, gejat, noem het allemaal maar op. Maar ja, weet je, het ziet er in ieder geval weer oké uit. En ik kan hier, als ik wil, mensen naartoe sturen van jongens, ga daar aan het werk, doe dit, doe dat. Ik heb de boel weer opgeruimd. Dit is nog maar alleen maar dit stukje hier, Roemas Industrial. Wij gaan nu snel terug naar Roemas binnen de muren, weg ook bij Kanta. Aangezien natuurlijk ook Kanta, wat ik al zei, online was. Misschien houden ze mij wel van daar in de gaten en komt die fucking Bart binnenkort weer een keer langs. Ik heb werkelijk waar geen idee. Het kan maar zo. Wij derpen snel weg, we gaan snel binnen de muren, want we hebben ook nog ontiegelijk veel te doen. Ik moet trouwens ook nog, ja, ik ben wat dat betreft een drukke hertog, ik heb ook nog mijn oorlogsgear aan. Ik moet het ook nog steeds gaan repareren, beter gaan maken. Maar ja, weet je, ik heb zo ontiegelijk veel dingen te doen dat als hertog zijnde heb je soms ook gewoon tijd tekort. Koningen hebben heel vaak tijd tekort, ik bedoel, die moeten zoveel dingen doen als een heel kingdom runnen. Zorgen dat iedereen te eten heeft, iedereen op tijd op bed gaat, natuurlijk klaar is voor een gevecht. Zijn kingdom verdedigen, beveiligen. En hertog daarentegen heeft ook ontiegelijk veel dingen te doen. En ja, dat merk ik dus nu ook bij deze. Dit moet ook worden opgevuld door deze hele muur. Heb ik daar überhaupt blokken voor? Niet echt veel blokken. Ik heb er totaal hier 5 van. Ook, ik dacht, heb ik flikker hier helemaal naar beneden. Maar dat valt mee. Laten we dit eventjes een beetje hop. Zo, oké. Het is een klein beetje dicht. Zo van die kant komen mensen minder makkelijk naar binnen. Mocht er al iemand zijn. En dan gaan we hier maar eens even naar door. We kunnen denk ik hier het best meteen links boven de muur klimmen. En ja, hier maar bezig gaan met langzaam, zoals je hier kan zien. Wauw, de boel op te gaan ruimen. Oh, wauw. Op te gaan ruimen. Zijn zelfs mensen hier naar binnen gegaan. Wauw. Oké, ze hebben hier gewoon legit mijn hele trap hier gesloopt. Oké, ben ik geen fan van. We noemen het maar even zo, hoppatee. Ja, mensen. Ze zullen wellicht dit hier zien. Obsidian, hout, steen, dirt. Alles is maar gewoon neergezet wat ze neer konden zetten. Terwijl, oh man. Er worden gewoon mensen hier aangevallen. Wacht even, Lyurd is Xar aan het aanvallen. What the fuck? Wauw, en Tiksa is daar blij mee. Tiksa is blij dat Lyurd op dit moment 2 mensen van Xar heeft aangevallen. Wauw. Oké, ik weet niet wat Lyurd aan het doen is. Maar, oh, wacht even. Iedereen is er blij mee. Zowel Khaleesi is blij dat Lyurd aanvalt. Tiksa is blij dat Lyurd aanvalt. Entropia is blij dat Lyurd aanvalt. Wauw. Ik heb natuurlijk niet heel alles gevolgd wat er allemaal gaande is. Maar the freaking hell? Oké dan. Dit voelt toch een soort van een soort van samenswering, zeg maar. Je ziet dus nu gewoon dat dus een wacht, is Medusa nu er ook nog erin aan het mengen? Nee, ze vragen gewoon dingen aan Medusa. Moet je nagaan dat nu gewoon 3 kingdoms heel erg blij zijn dat een Lyurd, net als eigenlijk dan al kingdom nummer 4, 1 kingdom is aangevallen. Kortom, dit ziet er een beetje uit als een soort van 4 kingdoms tegen 1. Ook al vallen ze niet allemaal aan. Hè? Ze zijn er wel allemaal blij mee. Dus ik weet niet wat Xar aan het doen is. Maar ik weet wel dat Xar vrienden moet gaan maken. Willen ze er iets aan gaan doen? Maar wat de freak. Ik zie echt gewoon één keer in de. Oh.
Er worden dingen gedaan, mensen, wat niet mag. In de railway. Oeh. Een kat in het nauw. Maar goed, dat zijn van die dingen. Oh, het is geen railway. Oeh. Oeh. Zoals je kan zien, mensen zijn altijd, er komen er altijd opzootjes van. Natuurlijk mensen ergens niet mee eens zijn. Dat soort dingen, dat gaat gewoon. Oeh. Ja, ik lees het ook maar gewoon. Ondertussen ben ik natuurlijk ook gewoon rustig de boeier aan het weghalen. Maar zoals je wellicht kan zien, ondertussen wordt er gewoon keihard doorgevochten. Hoeft niet eens een hele grote oorlog te zijn, wat natuurlijk gaande is. En de kingdoms mengen zich ermee. What the freaking hell. Dit zijn van die onverwachte dingen die zomaar op de kingdom kunnen gebeuren. Waar je denkt van, what the freaking hell gebeurt hier nou? Trouwens, voor de mensen die zich afvragen, ik haal op dit moment alleen even het stone weg, omdat ik natuurlijk een pickaxe bij ons heb. Of bij me heb, wat gewoon even makkelijk is om dan al het stone, zoals cobblestone, weg te halen. En de rest is natuurlijk allemaal, heb ik een axe voor nodig en een schep en noem het allemaal op. Dus doen even snel het stone, dat is makkelijkst nu. Maar het begin is er, weet je. Ik bedoel, het begint mooi op te ruimen hier. Wel, ze hebben ook allemaal obsidian geplaatst. Oh, dat is zo vervelend altijd obsidian. Ik bedoel, we gaan even kijken hoe lang het duurt voor één blokje. 1, 2, 3, 4, 5. Laten we zeggen, het kost ongeveer 5 seconden met deze pickaxe om dit te doen. 20 seconden. 25, 30 seconden. Voor dit stukje ben ik al een halve minuut bezig om alleen maar het obsidian weg te halen. Laat staan dan nog een keer het hout en noem het allemaal maar op. Dat geeft alleen maar aan hoeveel werk het is om uiteindelijk hier heel je freaking kingdom weer op te gaan freaking ruimen. En waarom ik heel graag wil dat eigenlijk mijn mannen hier in Roemas zijn. Maar jammer genoeg moeten ze koning Smal helpen. Dus moet ik binnenkort hier zelf maar weer verder om hier de boel op te gaan ruimen. Want zoals je wellicht kan zien, deze hele muur is nog helemaal tot en met... Helemaal tot en met daar helemaal vervuild en in de fik en noem het allemaal op. Moeten we allemaal gaan opruimen. Mensen, voor nu bedank ik jullie enorm voor het kijken naar deze video. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet eventjes te liken, te reageren, te abonneren. En ik hoop dat ik allemaal de volgende keer weer te zien bij een nieuwe video. Later mensen.